बोलो सरनामी है हमार शान, बोलो सरनामी है बड़ा महान। वेलकम बाय लेस 4 पार्ट 4। सबको एक नमस्कार। का हाल बा, हू गात इट मेट जुली? Nou, ik vind het ontzettend fijn dat jullie weer afgestemd hebben op deze online cursus. Ik hoop dat jullie les 1 tot en met 3 goed hebben kunnen volgen. Vandaag gaan we met les 4 verder. Maar dat betekent gewoon dat ik terug ga pakken met waar ik geëindigd ben in les 3. Kijk, in les 3 heb ik het gehad over zelfstandige naamwoorden. Sangya. En ik wil graag een vervolg geven aan die cursus. En ik zal het hebben dus over zelfstandige naamwoorden, ook in deze online cursus. Vorige keer heb ik het gehad over dat in het Sernami geen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden zijn. Ik heb gezegd dat zelfstandige naamwoorden zijn hetzelfde in het enkelvoud als in het meervoud. Er treden geen veranderingen op in bijvoeglijke naamwoorden. Het Sernami kent geen lidwoorden. Bij bepaling van het zelfstandig naamwoord krijgt het zelfstandig naamwoord wa of ja als achtervoegsel. En als het in het meervoud is, dan is het wen en jen. En ik heb toen ook in les 3 gezegd dat de ontkenning na, dus niet, komt voor het werkwoord en het bijvoeglijk naamwoord. Nou, al deze 6 zaken heb ik in de vorige les dus doorgenomen. En vandaag wil ik graag hierop verder, want ik heb nog een paar dingen over zelfstandige naamwoorden aan jullie te vertellen. Kijk maar. Nu wil ik het eigenlijk hebben over andere zaken die betrekking hebben op zelfstandige naamwoorden. En dan gaat het om soort zelfstandig naamwoord. Het gaat om de achtervoegsels bij zelfstandige naamwoorden. De nadruksvorm, die heel nadrukkelijk in het Sernami voorkomen. Hè? Plaats en richting aanduiding, zeg maar, door zelfstandige naamwoorden. De samenstelling van een woord door samenvoeging van 2 zelfstandige naamwoorden. En de zogenaamde echo-woorden. Nou, als we dus kijken naar zelfstandige naamwoorden, dan hebben dus die betrekking op bijvoorbeeld personen, planten, dieren, voorwerpen. Een zelfstandig naamwoord kan eindigen op een klinker of op een medeklinker. Nou, de klinkers waarop zelfstandig naamwoorden vaak in het Sernami eindigen, die zijn dus de A, let wel, de lange A, niet de E, maar A, en op de I. Ook kunnen ze eindigen op E, I, O, O. Dus de E, de AI, de O en de AU. E, I, O, O. Maar dit komt niet zo vaak voor. Woorden die eindigen op een O zijn vaak leenwoorden van het Sranantonge. En er zijn natuurlijk ook heel veel woorden die eindigen op medeklinkers. Eigenlijk de meeste woorden eindigen op een medeklinker. Nou, ik geef jullie een paar voorbeelden. Nou, woorden die op klinkers eindigen, zeg maar, ghora, paard, paisa, geld, bappa, vader. Nou, al deze woorden eindigen dus op dus die lange A. En op de I eindigend zijn de woorden larki, meisje, jebhi, zak en kursi, voor een stoel. De medeklinkers, ja, nogmaals, die komen heel vaak voor, zoals raad, avond, eindigend op een T, poets, op een tje-klank, hè, ch, staart, goos, vlees, dhol, trom, kaam, werk en tjij, op een j, tje-klank, hè, dus tjij, ding. Eén ding wil ik dat jullie echt goed moeten onthouden als het gaat om zelfstandige naamwoorden. En dat is echt een hele belangrijke algemene regel. Dus een zelfstandig naamwoord in onbepaalde vorm is zowel in het enkelvoud als in het meervoud hetzelfde.
Uiteraard zijn er uitzonderingen, daar heb ik het ook in les 3 erover gehad. En indien een zelfstandig naamwoord bepaald is, krijg je dan ook die wa en die ja. Maar, en daarom ben ik hierop teruggekomen in deze les. Dus indien een zelfstandig naamwoord bepaald is, dan krijgt die achtervoegsel wa en ja. Maar je ziet ook drie andere vormen. De ia, de awa en de auna. Misschien komen ze niet gigantisch veel voor, maar ze komen best wel voor hoor. Dus op ia, awa en auna. En dit geldt voor zelfstandig naamwoorden die eigenlijk al op wa eindigen. Dus die al eigenlijk bepaald zijn. En je ziet gewoon dat wa en ja komen het meest voor. En awa en auna komen eigenlijk het minst voor. Laat ik jullie een voorbeeld geven. Nou, op ia komt het woord pahia. Hè, wil. Pahia. Nou, als je het bepaalt, wordt het pahiwa. Burhia. Voor een oude vrouw. Als je dat bepaalt, hè, dat woord, dan wordt het burhiwa. Dia. Kennen jullie denk ik het woord allemaal? Dia. Dan wordt het diwa. Dus je ziet dat bij bepaling de wa heel nadrukkelijk is gekomen. Maar ook de twee andere vormen komen voor. Zoals burhawa. Burhawa. Burhauna. Dus op awa en auna. Burhawa. Voor een oude man. Burhawa. De oude man. Burhauna. De oude man. Chinua. Chinees in algemene zin. Chinawa, die Chinees. Chinauna, die Chinees. Kuta, algemeen, hè, kunnen alle honden zijn. Maar kutawa, ja, die hond. Kutauna, één specifieke hond waar we het over hebben. Dus je ziet gewoon dat die ia in wa verandert. En de wa kan dus in awa of auna veranderen. Auna wordt vaak in het Nigeriaans Sernami gebruikt. Een heel nadrukkelijk woord dat iedereen gebruikt en dat heel erg bekend is, is het woord voor ding. Chij, zouden we zeggen. Maar in Nigeri zeggen ze Chiona of Chauna. Dus Chiona is het officiële woord, maar in spraak is dat verworden tot Chauna. Dus in bijvoorbeeld Wanika of in Paramaribo zeg je Chij, maar in Nikeri zeg je dan Chauna of Chiauna. Let op, ik ga jullie nu wijzen dat enkele woorden die eindigen op wa ook ja achter zich kunnen krijgen als achtervoegsel. Nou, neem nou aardappel, hè, dat woord is alu. Dan zeggen we alua, de aardappel. Maar je kunt ook zeggen aluja. De aardappel. Of voor Chinese taier, roei, waar je sappig surwa, hè, saus van kunt maken in kui kui bijvoorbeeld of in krab. Roei wordt roeiwa, maar roeia wordt eigenlijk het meest gebruikt. Roeia wordt eigenlijk ook het meest gebruikt. Maar deze twee vormen die bestaan dus naast elkaar. En eigenlijk geldt dit ook op woorden die op een medeklinker eindigen. Neem nou het woord voor olie, til. Je zegt tilwa, maar je zegt ook tilia, de olie. Of snor, moch, mochwa, de snor, mochia, de snor. Gham, voor son, gham, ghamoa, ghamia. En voor nagel, nakun, nakunwa. Maar je kunt ook zeggen nakunia. Beide vormen zijn uitstekend, zijn goed. Het is soms ja, plaatsgebonden, streekgebonden. Maar ze bestaan allebei en ze worden door elkaar gebruikt. Dus geldt niet voor alle Sernami zelfstandige naamwoorden, maar enkele, zijn er aardig wat, kun je dus beide gebruiken. Dus dat, let daar wel een beetje op. En ja, het is een kwestie van kennen,
leren en bewust ermee omgaan. Maar nogmaals, beide vormen kunnen naast elkaar bestaan, geen enkel probleem. Soms wordt IA gebruikt om een verkleinwoord te maken. Dus, ik heb het gehad erover dat IA een achtervoegsel kan zijn, of zelfs woorden bestaan met IA. Maar IA kan heel nadrukkelijk ook gebruikt worden om een verkleinwoord te maken. Bijvoorbeeld, dibba betekent doos, hè? Maar als je zegt dibia, dan vervalt een van de B's, dibia, en dan wordt het doosje. Tiki, met twee K's, verkleinwoord tikia, de K, één K, verdwijnt, tikia, dan wordt het een stokje. Goed, zo kun je dus ook verkleinwoorden maken, en dat komt aardig wat keren voor. Maar het is een kwestie ook van oefenen natuurlijk en kijken wat bij je past als het ware. Maar weet dat IA ook gebruikt kan worden om verkleinwoordjes te maken. Woorden die eindigen op een O, heb ik eerder gezegd, zijn vaak leenwoorden uit het Sranantongo. En die worden als volgt bepaald. Kijk maar. Oto is het woord voor auto. En als je wilt zeggen de auto, dan is het otowa, 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 foto, foto, fotowa, godo voor kalabas, godowa, kokoro voor koker, kokorowa, en gotoro voor sloot, gotorowa. Kijk, dan komt dus na de O een U. Omdat je hoort wel een korte W misschien, otowa, maar het is niet een volle W, dus vandaar dat dat O-klank wordt. Dus fotowa, godowa, korowa. En dan schrijf je dat dus op deze manier. Nogmaals, dit zijn leenwoorden die uit het Sranantongo in het Surinami terecht zijn gekomen en eigenlijk gangbare woorden zijn geworden. Nu wil ik het hebben over de nadruksvorm met jullie. Die worden eigenlijk gevormd door vier achtervoegsels die te plakken als het ware aan het zelfstandig naamwoord. Je hebt hi en hu en je hebt e en o. E en o zijn de kortere vorm, zou je kunnen zeggen, van hi en hu. Hi en hu leggen een sterkere nadruk, maar beide zijn te gebruiken en beide worden door elkaar gebruikt in ieder geval. Ik ga jullie een voorbeeld geven. Voordat ik dat doe, let wel dat in plaats van hi en hu of e en o ook bhi gebruikt kan worden. Bhi betekent ook, maar bhi geeft in het Surinami ook een nadruk. Weer. Dus ook, daarmee benadruk je zeg maar ook het zelfstandig naamwoord. Nou, de voorbeelden die ik jullie wilde geven zijn deze. Nou, laten we kijken naar het woord voor huis. Huis is ghar. Wil je het benadrukken, dan doe je dat gharhi of gharwe. Het kan ook gharhu of gharwo. Alle vier vormen komen voor, maar gharhi en gharhu zijn een sterkere nadruksvorm. Datzelfde geldt voor het woord rasta, voor straat. Hè? Straat betekent rasta. Dan wordt het rastahi, rastawe, rastahu, rastawo. Let wel dat bij dit woord rasta, kijk maar onderin, rasta, de lange a verworden is tot een korte A. Dus resta wordt restahi, restahu, restawe, restawo. Peer voor boom wordt perhi, perwe, perhu, perwo. Kelona voor speelgoed wordt kelonahi, kelonawe, kelonahu, kelonawo.
En voor het ouderlijk huis, Nayerhi, Nayerwe, Nayerhu, Nayerho. Dus Nayerhi, Nayerwe, Nayerhu, Nayerwo. Nadruksvormen bestaan naast elkaar met dien verstande dat hi en hu sterkere nadruk leggen dan e en o, maar ze zijn alle vier de nadruksvormen voor zelfstandig naamwoorden in het Sarnami. En zoals ik eerder zei, bhi kan dus ook gebruikt worden, dus je kunt ook zeggen garbhi, rastabhi, peerbhi, khelaunabhi, nahirbhi. En dat geeft dus ook een nadruk, hè? Dus ook het huis, ook de weg, ook de boom, ook het speelgoed. Dan wil ik het hebben met jullie over het gebruik, zeg maar, van de E voor plaatsbepaling. Dit is een heel bijzonder verschijnsel in het Sarnami. Eigenlijk is het ook wel een heel leuk verschijnsel, moet ik je zeggen. E kan door een kleine groep woorden ook gebruikt worden om plaats of richting, als het ware, aan te duiden. Maar dan gaat het vooral zeg maar om de vertrouwdheid of de bekendheid van die plaats voor betrokkenen. Die dan tot uitdrukking als het ware komt. Nou, laten we kijken naar het woord akker. He, akker is khet. Khet is ook boerderij, he, dus akker. Maar je kunt ook zeggen khete. Dus ik ga naar de akker. Kun je zeggen ham khet jaila. Dat betekent gewoon dat je naar het land gaat bewerken. Maar je kunt ook zeggen ham khete jaila. Ik ga naar de akker. Dan is het jouw khet. Dan is het een bekende plek waar je naartoe gaat. Ghar, het huis. Ghar. Ham ghar jaila. Ik ga naar huis. Maar het zou ook een ander huis kunnen zijn, maar je gaat naar een huis. Maar als je zegt ham ghare jaila, dan ga je naar jouw huis, naar het vertrouwde huis. Ghare, waar je je thuis voelt. Ham ghare jaila. Stel dat je in Suriname op vakantie bent en je gaat naar Nederland waar je woont, dan kun je ook zeggen ham ghare jaila. Je gaat niet naar India. Je gaat niet naar Frankrijk. Je gaat naar Nederland. Een vertrouwde plek. Ghare, het land uitgedrukt als ghare. Sesuraar, sesurare. Waar je vaker naartoe gaat. Waar je vertrouwd bent. Schoonfamilie. Nayer, ham nayere jaila. Ja, vertrouwde nayer. Vertrouwd, ouderlijk huis waar je naartoe gaat. Dwar, voor erf. Ham dware jaila. Hamar dware pe. Ja, op mijn erf. Hamar dware per. Op mijn erf. Hamar dware pe kun je ook wel zeggen. Geen enkel probleem. Zelfde betekenis. Maar dware geeft de vertrouwdheid, zeg maar, van de locatie weer. En legt ook een beetje een nadruk erop. Ik wil met jullie nog twee bijzondere kenmerken van het zelfstandig naamwoord doornemen. De eerste is de samenstelling. In het Sarnami kun je dus een woord maken door samenvoeging van twee zelfstandige naamwoorden. Een voorbeeld. Mai betekent moeder en baap betekent vader. Maar je kunt ze aan elkaar samenvoegen. Mai baap en dan wordt het ouders. Dus de betekenis verandert. Raad is avond, din is dag. Raad din betekent dag en nacht. Samenvoeging. Bhul betekent vergissing. Het werkwoord tjuke betekent ontbreken, hè? Er ontbreekt iets. Maar je kunt dat koppelen aan elkaar. Bhul tjuk. Dus je neemt de stam, zeg maar, hè? Bhul tjuk. En dat betekent het gebreken. Ze zeggen vaak, bhultjuk hoi mafkardie. Dus als ik gebreken heb vertoond, als ik fouten heb gemaakt, vergeef het mij. Maas, nasale klank hè, met de N, maas, betekent vlees. Machri is vis. Vlees en vis wordt maas machri.
Bhai is broer. Behin is zus. Bhai behin is broer en zus. In het Engels siblings. Dus wat staat er één woord. Maar let wel dat bij het samenvoegen, zeg maar, van twee zelfstandige naamwoorden tot één zelfstandig naamwoord, dus door die samenstelling, moet er een koppelteken geplaatst worden. Dus een verbindingsteken. Zie je dat? Bij Maibab zie je een streepje. Radin zie je een streepje. Bhulchuk zie je een streepje. Maasmachri zie je een streepje. Bhaibahin zie je een streepje. Dat laat zien dat het een één zelfstandig naamwoord is, gemaakt door twee verschillende zelfstandig naamwoorden die samengesteld zijn of die aan elkaar gekoppeld zijn. Vandaar dus dit koppelteken. Het tweede wat ik in deze les met jullie wil hebben, met betrekking tot iets extra's als het gaat om die zelfstandig naamwoorden, is het fenomeen echo-woorden. Dit komt dus heel erg vaak voor in het tsunami. Dus onthoud dit. We hebben daar een benaming voor gegeven. Echo-woorden, omdat het naklinkt. En het betekent eigenlijk enzovoorts. Of en dergelijke. Of iets dergelijks. Voor alle woorden, ook de leenwoorden in het tsunami, kun je dus dit gebruiken. Laten we een voorbeeld geven. Kijk maar. Teach betekent ding. Maar je kunt ook zeggen, ja, dingen enzovoorts, dingen en dergelijke. Chijic, hè, al die dingen, weet je wel. Kutauta, de honden en dergelijke. Dus honden en honden en honden, zou je kunnen zeggen. Dus kutauta. Gharar, huizen en dergelijke. Oké, gharar, hè, hij heeft huizen en dergelijke. This is, land en dergelijke. Dit wordt dus gigantisch vaak gebruikt. En de ij, uta, er, is, dat zijn de echo-klanken, zeg maar. Nou, je ziet gewoon dat er als het ware een samenstelling ontstaat. Tjij, ij. Maar het beginletter van het echo-woord wordt weggelaten. En beginklank van echo-woord wordt er dan uitgesproken met een klinker. Ik geef toe, vaak begint het dus met een klinker, hè, dus het echo-woord. Maar in de praktijk zie je ook dat ook medeklinkers komen. Kijk, lurken, parken, dus p, lurken, parken, kinderen en dergelijke. Paisa, paisa, geld telt, geld en dat soort dingen meer. Dus je kunt ook zeggen paisa, isa, maar ook paisa, waisa wordt er gezegd. Deze wis, eerder zei ik deze is, maar hier zie je deze wis, dus hier komt de W voor in de plaats, medeklinker. Gaiwai, je kunt ook gaiai zeggen, maar gaiwai. En lota sota, dus koeien en dergelijke en koper drinkbekers en dergelijke. Let wel, soms wordt het beginletter van het echo-woord vervangen door een andere medeklinker. Lurken, parken, paisa, paisa, deze wis. Gai, wai, lota, sota. Hiermee ben ik eigenlijk aan het einde gekomen van deze les 4. Paat, char, ke ant ab hoi gel hai. Paat, char, ab samapt hoi. We zullen les 4 nu eindigen. Ant betekent einde. Samapt, samapen betekent ook einde. Dus abham samapt karap. Met andere woorden, ik ga nu deze les beëindigen. Maar voordat ik dat doe, wil ik in ieder geval terugblikken. In deze les, als een vervolg van les 3 over zelfstandige naamwoorden, heb ik het met jullie gehad over soorten zelfstandige naamwoorden. Ik heb het gehad over achtervoegsels bij zelfstandige naamwoorden. En dan ook de nadruksvormen. Dat waren er 4, weet je nog? 4 nadruksvormen. Ik heb het ook gehad over plaats- en richtingaanduiding door zelfstandige naamwoorden. Uiteraard heb ik het ook gehad over de samenstelling, weet je wel, het samenvoegen van twee zelfstandige naamwoorden met een koppelteken tot één zelfstandig naamwoord. En tot slot heb ik het gehad over een schitterend fenomeen en dat zijn de echo-woorden. Dit is het einde van les 4, paar jaar. We gaan dus nu over tot les 5 volgende keer.
Dat wordt een les waarbij ik heel nadrukkelijk stil zal staan bij de bijvoeglijke naamwoorden. Het wordt een grotere les. Tot nu toe ga ik ervan uit dat jullie in ieder geval het alfabet onder de knie hebben. Dat jullie weten hoe de spelling in elkaar zit, hoe je Sernami schrijft, de klanken herkent en een beetje kunt uitspreken. Ik ga ervan uit dat jullie nu weten hoe voortvolgorde in een Sernami zin voorkomen. En ik ga er nu natuurlijk ook vanuit dat jullie zelfstandige naamwoorden kunnen herkennen, identificeren en ook kunnen gebruiken. Volgende keer dus nadruk op bijvoeglijke naamwoorden. Zo zal ik langzamerhand de grammatica uitbreiden. En dan met het uiteindelijke resultaat dat wij gaan converseren met elkaar nadat we het werkwoord ook hebben behandeld. Atja, dit was het dan in ieder geval voor vandaag. Heel veel succes met het oefenen. Als er vragen zijn, neem contact op. Stuur mij een e-mail, sernamibhasa@gmail.com of ga naar de website www.sernamibhasa.nl. Dus kijk op het YouTube-kanaal of in ieder geval op de website. Maar als je echt dringende vragen hebt, stuur mij een mail en ik reageer daar altijd op. sernamibhasa@gmail.com. Mooi Srahioja, tot de volgende keer. Bolo.